Nou, hij was vorig jaar jurylid en ik stond inderdaad in de finale van de autobedrijf van het jaar verkiezing. Dus net als de jongens vandaag hier. Nou, dat is een geweldige ervaring. Geeft een enorme boost binnen je bedrijf, want de mensen die bij je werken, die hebben toch de indruk dat je goed bezig bent. En je klanten natuurlijk ook. En ook de jury was zeer kritisch, maar we hebben er veel van opgestoken. Oké, maar je zegt ze hebben de indruk dat je goed bezig bent. Hoe heb je laten zien dat dat ook zo is? Je hebt dat gecontroleerd dus? Ja, ik ben bij Patrick geweest op zijn bedrijf en het hele bedrijf doorgelopen. En gekeken naar hoe sta je in de markt, hoe presenteer je met website, met social media, hoe ga je met maatschappelijk verantwoord ondernemen om. Nou, dan kan Patrick je alles vertellen over onder andere een fietsactie die ze gedaan hebben. Zeer indrukwekkend, veel klanten mee naar zijn bedrijf gehaald, dus hij weet zijn klanten wel te bereiken. Nou, we hebben heel veel ook bereikt door op social media, heel veel mensen, Twitter, Facebook. Ja, en daar zet je foto's op, ja, er wordt zoveel op gereageerd. Alleen omtrent die actie of omtrent die actie, voort? Maar ik heb mensen zeg maar echt 7 maanden lopen vervelen, zeg maar. Bij wijze van spreken niet helemaal natuurlijk. Maar mensen praten nog steeds over hoe was die finale nou, weet je wel. Terwijl het een jaar geleden is, maar die weten nog steeds dat ik in de finale heb gestaan. Ons bedrijf. En dat was gewoon fantastisch. En dat mensen die volgen dat heel lang op, dat is wel heel leuk. Denk je dat je daar in de toekomst dat je dat voort moet zetten, dat je ziet dat dit zo'n resultaat heeft? Is social media nodig voor je bedrijf absoluut. In de toekomst? Maar maatschappelijke betrokkenheid, zeker net zoveel. Het is niet alleen die social media, want een paar auto's op internet zetten en Facebook en Twitter, dat kan iedereen. Maar het is net iets anders. Dingen doen in je bedrijf waar je niet eens benul van hebt dat je doet. Het sponsoren van een voetbalteam, dat doet ook iedereen. Maar meld het een keer. Of een leuke actie binnen je bedrijf zelf. Waar mensen gewoon hele simpele dingen kunnen winnen. Ja. Of dat je iets van een goed doel schenkt. Of maakt niet uit wat je doet. Actief. Ik was vorig jaar sportief actief. Nou, dat vinden mensen leuk. Die vinden die ouders ook leuk. Maar die vinden juist het andere net zo belangrijk. Die persoon in het bedrijf. Juist met meer dingen bezig is alleen met auto's. Je bent het bedrijf. Ja. Oké, dus je gaat zo direct ook een tweet posten over dat je hier nu absoluut. Bent? Absoluut.